centrum. En ik werk daar reeds 35 jaar, waarvan 25 jaar op de Poly-KNO. En daar heb ik eerst gewerkt als oncologieverpleegkundige, toen als KNO-verpleegkundige en sinds 2009 als verpleegkundig specialist. Dus ik heb een aantal stappen gedaan om in ieder geval in ons ziekenhuis een hele mooie poli neer te zetten. En ik vind het heel fijn dat ik jullie daar iets over kan vertellen. Ik ga mijn PowerPoint even presenteren. Moet ik natuurlijk wel even zoeken. Gaan we eens even kijken. Nou. Hoop dat het werkt. Is altijd spannend. Ja. Zien jullie mijn sheets? Ja. Oké, okay, prima. Ja. Nou, ik had als, als titel, dacht ik, nou zo leuk, hè? Want er lopen natuurlijk allemaal van die mensen op de poli rond. En wat doen ze nou eigenlijk allemaal? En je hebt zoveel benamingen van een verpleegkundige. Je hebt ook verpleegkundigen rondlopen. Dat zijn verpleegkundigen, zijn gewoon verpleegkundig opgeleid. Hebben zelf geen specialisatie gedaan. Dan lopen er ook in Nederland tegenwoordig ook heel wat verpleegkundig specialisten rond. Die zijn dus specifiek opgeleid, maar daar zal ik zo nog even wat meer over vertellen. Dan heb je oncologieverpleegkundigen, die zijn specifiek opgeleid voor oncologie. En dat kan zijn hematologie, voor de borstkanker, voor de darmkanker, maar ook voor KNO-kanker. Dan noemen bepaalde mensen zich ook case manager. Omdat ze vinden dat ze manager zijn van de patiënt en alles zo goed mogelijk willen laten verlopen. En er zijn er ook heel veel die noemen zich verpleegkundig consulent. Nou, die doen eigenlijk allemaal, doen we wel hetzelfde. En ons grote doel is om zo'n goed mogelijke, van hoogst mogelijke kwaliteit zorg verlenen aan de patiënt met hoofd-halskanker. Kijk naar de volgende dia. Ik denk toch maar even, heel even saai laten zien. We hebben in Nederland als hoofd-halscentra's allemaal te voldoen aan normen. En die normen, dat noemen we de SONCOS-normen. Die zijn vastgesteld landelijk. En je ziet op dit dia dat er staat hoofd-hals, oncologiecentrum. En er staat preferred partner. Nou, wat houdt dat nou in? Een hoofd-hals oncologiecentrum is altijd een academisch centrum. En die hebben we natuurlijk Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Maastricht, Groningen. Dat zijn allemaal universitaire centrums. Die universitaire centrums, die hebben allemaal een preferred partner. En een preferred partner wil zeggen een perifere ziekenhuis. Dus gewoon een streekziekenhuis. Meestal zijn dat topklinische ziekenhuizen. Maar wat niet academisch is. Wij werken samen met LUMC. Want het Haagland Medisch Centrum is een perifere ziekenhuis. Topklinisch. En ons hoofd-halscentrum is de LUMC. En zo heeft Nijmegen, Tilburg en Arnhem onder zich. Utrecht doet het met Enschede. Groningen doet het met Leeuwarden. Het UMC Amsterdam doet het met Alkmaar. Dus zo heeft ieder academisch centrum heeft een ander ziekenhuisje waar ook zorg wordt verleend. En je ziet ook de verschillen van wat ze nu eisen van een hoofd-halscentrum, dus academisch. Hoeveel mensen je aanwezig moet hebben om goede kwalitatieve zorg te kunnen verlenen. En voor een preferred partner, en dat is denk ik ook wel redelijk, is dat wat minder. Want wij zien ook wat minder patiënten dan een groot academisch centrum. Dat is even een technisch verhaaltje. Nou, dan gaan we. Nou, wat wij als, voor u als patiënt betekenen, ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Want als patiënt zijn, dan kom je met bepaalde verwachting naar een polykliniek toe. En we weten allemaal, KNO-artsen hebben het heel erg druk. En doen veel productie, willen veel patiënten zien.
Maar als jij daar komt met verdenking op een kanker in het hoofd-halsgebied, dan denk ik dat je recht hebt op goede informatie, rustige informatie en ook tijd voor je. Want het is nogal niet wat. Ik heb dat ook even in een dia gezet van ja, hoofd-halszorg. Ik noem het altijd hoofd-halszorg in hoofd-halsland Nederland. Kijken of die doet. Ja, de zorgvraag is altijd heel complex. Het is niet alleen de KNO-arts. Daar komt veel meer bij kijken. Veel zorgverleners. Jullie zien verschrikkelijk veel zorgverleners. Het begint bij de KNO-arts. Dan krijg je een verpleegkundige of één die ik al daarvoor heb genoemd. Dan komt er een diëtiste bij. Dan komt een logopediste bij. Een fysiotherapeut, de radiotherapeut, de internist-oncoloog. Maatschappelijk werk, psychologische ondersteuning, nou noem maar op. Er komen heel veel zorgverleners bij. Je krijgt enorm veel afspraken. De meeste patiënten verzanden in de afspraken van en dan moeten ze weer daarheen en dan moeten ze weer daarheen. Dus het zijn heel veel afspraken. Je hebt veel te bespreken, want het is echt wel een ding, een hoofd-halskanker. Veel bezoeken aan het ziekenhuis. Nou, dat hangt dan samen met vele afspraken. Je moet veel. Je hoort, hè, als je rookt, je moet stoppen met roken. Als je toch een biertje gebruikt, ja, het is beter om niet te drinken. Je moet heel veel. Je moet, heb ik hier ook neergezegd, je moet zorgen dat je genoeg eet. Je moet zorgen dat je genoeg drinkt. Je moet zorgen dat je voedingstoestand genoeg blijft. Je moet echt heel veel, veel en eigenlijk nog veel meer. Nou, en dan is het zo fijn dat je naast de medisch specialist mensen hebt die dat hele proces kunnen begeleiden. Jou op die plek houden, jou hè, de goede weg opleiden. En als je het even niet meer weet, dat je contact kan zoeken met iemand. En kan zeggen van, nou, ik weet echt niet meer wat de dokter gezegd heeft. Of ik weet allemaal niet meer wat ik moet doen. Nou, dan is hier wel heel leuk om samen te zien. Kun je het verschil goed zien? Nou, wat doet nou eigenlijk de verpleegkundige? Wat doet de verpleegkundige specialist? En wat doet de medisch specialist? Nou, medisch specialist vind ik wel heel leuk. Dat bij laagdrempeligheid staat een kruisje. Want de medisch specialist is niet laagdrempelig. De meeste medisch specialisten zijn moeilijk benaderbaar. Je krijgt je nooit snel een afspraak mee. En dan is het heel fijn dat je daar een verpleegkundige of een verpleegkundige consulent of een verpleegkundige specialist hebt die je kan bellen, waar je een rechtstreeks nummer hebt, waar je je vragen kwijt kan. Waar je kan vragen van, goh, wil je mij nog eens vertellen, wat is er nou eigenlijk gezegd in de spreekkamer? Dan zie je ook het verschil. De verpleegkundige specialist is opgeleid een deel medisch, maar blijft altijd verpleegkundig naar de patiënt zien. Maar een verpleegkundige specialist op de poli is heel handig, want die mag recepten uitschrijven. Ik mag handelingen uitvoeren, ik kan medische handelingen uitvoeren. Ik verwissel zelf de Provox-protheses. En het is zo fijn, omdat je de patiënt, hij hoeft maar te bellen en ik kan zeggen, nou kom maar over een half uur. En dan hoeft die patiënt ook niet speciaal naar een Provox-wissel. Spreekuur of prothesewisselspreekuur. Dus hij kan in principe altijd terecht bij iemand die wat meer kan dan een verpleegkundige of een oncologieverpleegkundige. Ze zien de verpleegkundige specialist ook meer dan als een regiebehandelaar, wat ze de andere functies niet zien. Ik vind wel dat het ligt er een beetje aan wie op jouw poli zit en hoe lang men al werkt. Je hebt hele goede verpleegkundigen, je hebt ook hele goede doktersassistenten die heel goed regiebehandelaar kunnen zijn. Regiebehandelaar houdt in, jij houdt in de gaten hoe loopt de behandeling van de patiënt, hoe lopen de stappen, weet de patiënt nog waar die is, lopen alle afspraken, moet hij niet te lang wachten op een MRI-scan, moet hij niet te lang wachten op een onderzoek onder narcose. Nou, dat vatten ze allemaal onder regiebehandelaar. Nou ja, we zijn allemaal gericht op kwaliteit van leven. Dat is natuurlijk in deze ziekteaandoening is het gewoon heel belangrijk, kwaliteit van leven. En de verpleegkundige specialist en medisch specialist die mogen routinematig medische handelingen doen. Nou, dat doet de verpleegkundige niet. Nou, routinematige medische handelingen zijn bijvoorbeeld biop te nemen, wisselen van de protheses, cannulezorg, nou, dat soort dingen allemaal.
En niet routinematig, dat is eigenlijk alleen gebaat aan de medisch specialist. Dat is een beetje het verschil van, nou ja, wie doet nu wat op zo'n poli? Nou ja, dan heb je de dokter. Zoals het bij ons gaat, kan ik wel schetsen van, de patiënt komt bij de arts, heeft een gesprek. En een van het verpleegkundig team zit al bij dat eerste gesprek. Verdenking op kanker. Wij zitten al bij dat gesprek. Dus je hoort wat de dokter vertelt. En dat is heel fijn, want ik ben dan ook degene die altijd mijn mond dicht houdt en luister. Ik observeer de patiënt, ik observeer de naaste, mantelzorg, familie, kennissen, vrienden. Kijk wat er gebeurt in zo'n gesprek. Op het moment dat dan duidelijk is van, nou, hè, we zijn toch wel heel erg, wij maken ons zorgen, wij denken dat het niet goed is, dus we gaan onderzoek inzetten. Vervolgens, vroeger kreeg ik een mapje status mee, maar nu wordt er gezegd van, nou, gaat met Angela mee en zij neemt het over. Dus het gesprek bij de arts is eigenlijk maar heel kort. Dan nemen wij ze mee. En dan heb je alle tijd om met de patiënt te gaan zitten. Om een goede anamnese af te nemen. Dus goed uit te vragen. Wie ben je nou? En zo mooi zoals vorige week in een goed congres werd benoemd door een lotgenoot, een patiënt. Dat was niet waar. Door een verpleegkundige van de kaakchirurgie van de Nijmegen. Die zei van het eerste wat wij eigenlijk aan de patiënt vragen. Hoe gaat het met je? En dan even rust houden. En ik denk dat dat heel belangrijk is. De patiënt hoort veel, hoort kanker, het is niet goed. En komt dan, en als je maar doordendert om al te zeggen, nou, dan gaat u even dit en dit en dit doen. We gaan even een MRI'tje maken, een CT'tje. We gaan even onderzoek bekijken. Oh, u moet ook nog even een beetje bloed afnemen. Oh, u eet slecht, nou, krijgt u ook nog een diëtiste. Daar zit je niet op te wachten, het eerste half uur. Dan wil je heel graag horen, hoe gaat het nu met je? En dat vond ik heel eye-openend vorige week tijdens dat congres. En dat is wat wij ook als verpleegkundigen proberen te doen. Ga rustig zitten met die patiënt. Ga rustig met die patiënt praten van, hè, wat heb je allemaal gehoord? Is het allemaal duidelijk? Welke stappen kunnen we gaan doen? U bent degene die bepaalt, het is uw kanker. Als je zegt, ik vind volgende week te snel, dan stellen we dat uit. Wij noemen onszelf de spinnen in het web. We hebben allemaal poten. En we zijn allemaal op onze kwaliteit en we zijn allemaal op onze zorg. En we willen heel graag dat dat voor iedere individuele patiënt goed loopt. Dus je probeert aan al die touwtjes te trekken. En daarom noemen wij onszelf de spin in het web. Dat zeggen de artsen ook heel vaak. Nou, hè, de verpleegkundige, spin in het web, die gaat u verder helpen. En dat overzicht hebben, dat vind ik heel erg leuk en fijn om te doen. Want je weet precies waar jouw patiënt in een proces zit. Ja, wat kan een verpleegkundig team voor je betekenen? Ik denk heel veel. Als een patiënt niet wil, of die heeft zoiets van, nou, weet je, ik weet je te bereiken, dan zullen wij ook niet de patiënt heel erg gaan pushen. Maar dat kan in elk ziekenhuis anders zijn. Je hebt in heel veel ziekenhuizen verschillende constructies van hoe iets op een poli werkt. Er zijn polies zoals het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, die werkt alleen maar met verpleegkundige specialisten. Die zien ook nieuwe patiënten, doen diagnoses. Dat is een hele andere setting. Bijvoorbeeld in Utrecht. Utrecht zien ze wel patiënten, maar niet nieuw. Dus zij pakken, net als wat ik doe in Den Haag, pakken de patiënt op nadat hij het gesprek heeft gehad bij de arts. Mijn artsen zijn daar heel duidelijk in. Die vinden het heel fijn om het eerste contact met de patiënt te leggen. Dus te zeggen van, ik vind dat belangrijk, want ik ben de behandelaar en ik ga die patiënt behandelen en opereren of hoe dan ook wat. En ik neem de patiënt daarna mee. Dat is allemaal een manier. Je hebt bijvoorbeeld ook verpleegkundigen die werken alleen op de radiotherapie. Sommige polies hebben geen KNO-polies, hebben geen verpleegkundigen op de poli. Maar als patiënten verwezen worden, worden ze wel opgepakt door verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld op de afdeling radiotherapie. Nou, ik had het net al gezegd, hè, spin in het web. Centraal persoon die de touwtjes in handen heeft. Wij verlenen intensieve zorg. Ik zeg altijd, mijn hoed heeft een rand.
En ik kan met u mee tot die rand. Als ik zelf vind dat de patiënt veel meer ondersteuning nodig heeft, wat ik hem niet kan bieden, wat echt gaat over coping, over het niet kunnen handelen van de ziekte, dan vind ik dat ik daar ook de zorgprofessional bij moet halen die daarvoor is om die patiënt te helpen. En dan spreek je veel over psychiatrie of psychologie of maatschappelijk werk. Wij kunnen wel heel ver met de patiënt mee. Wij verwoorden de behoeften van de patiënt en hun naasten in het medische team. Bij ons in het ziekenhuis is het zo geregeld. Wij hebben een MDO, een multidisciplinair overleg. Dat houdt in dat we overleggen op papier elke nieuwe patiënt met een hele club mensen. Daar zitten in radiotherapeuten, internist-oncologen, KNO-artsen, verpleegkundigen, plastisch chirurgen, radioloog, patholoog. We zitten allemaal samen, we kijken naar dat beeld van nou, dit hebben we gezien in deze patiënt en dit gaan we doen. Dan wordt er heel veel geroepen. Nou, dan gaan we even dat stukje kaak eruit halen en dan gaan we even dit en dat en zus zo doen en dan gaan we even snel opnemen. En dan zijn wij degene, ho, wacht even, we hebben die patiënt gesproken. Die patiënt is daar nog helemaal niet aan toe. Hij wil echt even een stap terug doen, moet eerst een week nadenken. En wat zo fijn is, dat wij als verpleegkundigen ook die, hoe moet je dat zeggen, wij mogen dat doen. Ze accepteren dat ook van ons. Want ik denk dat je, het is een heel mooi Engels woord voor, patients advocacy. Dan ben je de advocaat van de patiënt. Ik vind dat ik niet de arts moet volgen, maar ik vind dat ik de patiënt bij moet staan. Als de patiënt tegen mij zegt, nou, ik weet niet meer van voor of achter wat ik moet doen, dan is het voor mij een teken om te zeggen, nou, ik denk dat alles een beetje te snel loopt. En dan gaan we de rem erop zetten. En die behoeftes van de patiënt kunnen we verwoorden. Als de patiënt tegen mij zegt, die dokter zegt wel, we gaan een beetje bestralen en een beetje opereren. Maar ik wil het helemaal niet meer. Ik ben 80, ik heb een mooi leven gehad. Ik wil helemaal geen behandeling. Dan zijn wij als verpleegkundig team, kunnen wij in dat medische MDO aangeven, maar patiënt, die wil helemaal niet behandeld worden. Of ze dan luisteren, dat is een tweede, maar we kunnen dat wel doen. Nou, we doen verpleegkundige en medische handelingen, wondzorg, wonden naar radiotherapie, stomazorg, protheseproblemen, pleisterplakken. Soms is het bij de logopedie en in veel ziekenhuizen is het ook verpleegkundige die het doet. Dus dat is een beetje afhankelijk van welk instituut je behandeld wordt. Nou, wondzorg had ik net al genoemd. Mentale ondersteuning, wat ik net al zei. Mijn hoed heeft een rand. Ik kan heel ver meegaan in de patiënt. Maar bepaalde dingen moet je dan ook uit handen geven als het gewoon te veel wordt. Wij doen zelf in het HMC, geven wij de patiënten, als hij de diagnose hoort, een lastmeter. Een lastmeter is een hele kleine, snelle vragenlijst die monitort hoeveel stress een patiënt ervaart bij het horen van het slechte nieuws. Die vragenlijst herhalen we 3 maanden na de behandeling en 9 maanden na de behandeling. Zo hebben we een hele mooie punten om te zeggen van nou dat moment, dan gaan we eens kijken hoe het met de patiënt gaat. 3 maanden na de behandeling, nou jullie zijn allemaal ervaringsdeskundigen, dat kan nog wel eens flink tegenvallen. Het eten kan nog helemaal niet op gang zijn. Of je kunt heel veel last hebben van je hals. Of je hebt een stijve nek. Of je krijgt je mond niet meer goed open. Weet je, dat soort dingen. En dan kunnen we heel goed monitoren. En als de patiënt kan aangeven op die vragenlijst van ik heb daar heel veel last van. Scoren ze boven een bepaalde score, dan bellen wij de patiënt na. En dan gaan we vragen van, nou, we hebben uw lastmeter ingescand. Ons valt dit op. Kunnen wij u iets aanbieden van hulp? Ik denk dat het een heel belangrijk item is voor de verpleegkundigen. We zijn telefonisch bereikbaar. Dat is ook weer voor het HMC. Ik weet niet hoe op andere polies dat geregeld is. Maar wij zijn van maandag tot en met vrijdag kantooruren altijd bereikbaar. En per mail. Nou, dat is natuurlijk heel veel geregeld wat ik nu gezegd heb. Maar het is niet alleen regelen. Gelukkig niet. We doen ook een beetje
andere taken, omdat ik denk ook, ik werk 33 uur, dus bijna fulltime. Als je alleen maar met patiëntenzaken bezig bent, dan is dat best wel zwaar. Ook voor een zorgverlener kan dat zwaar zijn. Ik houd het gesprek ook met de naasten, ook belangrijk, zeker in deze tijd. Ik coördineer een onderzoek, en dat zijn heel veel collega's van mij in de landen. We nemen deel in de werkgroepen. Er zijn in Nederland 2 werkgroepen voor verpleegkundigen hoofd-hals. We hebben 1 verpleegkundige werkgroep hoofd-hals. Wij komen 2 keer in het jaar samen. En het is van alle instituten, dus ook de perifere. Daar bespreken we, nou, hoe gaat het nou op jouw poli? Of loop je tegen die problemen aan? Of hoe is dat geregeld? Welke canules vinden jullie prettig? Welke protheses werken jullie makkelijk mee? We praten ook over facilitaire bedrijven zoals MDS, ATOS, de wondbedrijven, Combicare. Gewoon ervaringen uitdelen. En daarnaast hebben we een landelijke werkgroep verpleegkundig specialisten. En wij komen ongeveer 2-3 keer in het jaar bij elkaar. Wij onderhouden contact met de PVHH. Nou, ik doe dat omdat ik lid ben van de commissie voorlichting. En dat is wel een heel leuk facet van verpleegkundige zijn. Maar ook lid te zijn van de PVHH. Ik kan mijn professionaliteit, mijn kennis en mijn... die kan ik gewoon inzetten voor de patiëntenvereniging. En ik denk dat dat heel goed is. De mix patiënten en de mix professional. Dat is echt een heel goede combi. En zo maakt het een hele goede patiëntenvereniging. We hebben geregeld overleg met de patiëntenvoorlichter. Wij hebben dan in principe alleen voor de laryngectomieën. Maar hebben we iemand nodig voor een commando, dan weten we ook iemand te bereiken. En we hebben ook laatst met neusamputaties via de neuzenmaatjes iemand naar Den Haag gehaald die een patiënt kon voorlichten. We blijven op het hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Dat doen we door het bezoeken van congressen. Symposia, avondcongressen, nieuwsbrieven van de PVH. We nemen deel aan de landelijke werkgroepen en dat zijn de NWHT en de PWHHT. De NWHT is de artsengroep, Nederlands werkgroep hoofd-halstumoren, en de paramedische werkgroep hoofd-halstumoren, daar zit ik ook in. En dat is een groep, dat is een gemêleerde groep. Daar zitten in logopedistes, mondhygiënisten, radiotherapeutisch laboranten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen. Iedereen die zorg heeft voor de hoofd-halspatiënt. En wij ontwikkelen zorgpaden. Ik zit ook in de werkgroep voor de landelijke ontwikkeling van de richtlijnen. En zo hoop je toch op alle manieren wat andere dingen te doen. Wel bezig zijn met de patiënt, maar niet direct patiëntenzorg, maar wel om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te houden. Nou, dan ben ik bijna bij het eind van mijn praatje, want hier komt de laatste sheet. En dat is, zijn er nog vragen?